Welkom iedereen bij een nieuwe video van Pocket 5. Vandaag gaan wij de PlayStation 5 geheugen upgraden. Want dat kan sinds kort met een update. Dus de update die je nodig hebt is 21.02.04.00.00.42.00.00.00.00.00. Wij hebben 1, maar je moet eigenlijk .0 als laatste hebben en dan kan jij al je geheugen upgraden. Er is net weer een nieuwe update weer erna gekomen, dus ik heb een eentje. Maar in principe, de 0 is ook gewoon prima. Dat heb je dus nodig, dus update je PlayStation en dan kunnen we naar de volgende stap gaan. Hetgene wat je dus nodig hebt voor jouw upgrade is als eerst een kruiskop schroevendraaier en een PCIe NVMe M.2 SSD die van de vierde generatie is, de Gen 4, Gen 3 en daarvoor. Dat gaat gewoon helaas niet lukken, want deze PlayStation 5 heeft namelijk hele hoge schrijfsnelheden nodig. En die enige die dat dus kunnen bieden zijn dus de Gen 4 PCIe NVMe SSD's. Ik schuif er even snel nog even tussendoor, want je moet wel even rekening houden dat je de goede specificatie zet voor jouw SSD. Ten eerste moet je wel zeker weten dat het een 250 GB tot 4 TB SSD is. Lager dan 250 doet hij helaas niet. Een leessnelheid heeft van 5500 MB per seconde of natuurlijk hoger. Een maximale breedte heeft van 22 mm en dus niet een SSD van 25 mm. Die gaan gewoon simpelweg niet inpassen. En een heatsink is niet verplicht, maar wat natuurlijk wel goed aangeraden, want anders heb je kans dat je SSD dus gaat overhitten en dat hij niet meer goed gaat presteren. Vind je het een beetje verwarrend allemaal? Dan hebben de vrienden van Laags.nl een artikel over de beste SSD's voor PlayStation 5 geschreven. En de link staat hier gewoon in de beschrijving, dus check dat. Het eerste wat je wil gaan doen is, je legt even je spullen neer, want die heb je zometeen nodig. Als eerst schakel jij dus je PlayStation even uit, nadat je natuurlijk geüpdate hebt. En dat doe je natuurlijk door op een knopje te drukken. Ja, ik bedoel, het is een PlayStation. Oké, dus je plugt alles uit. Ook je stroomkabel. Alles gewoon helemaal eruit. En wat je vervolgens doet, is eventjes je PlayStation hier neerleggen. Belangrijk om even te weten is dus waar en hoe je dus de kap van de PlayStation eraf moet halen om het er vervolgens te kunnen upgraden. Je hebt hier aan de zijkant, ik laat je wel even zien, hier. Aan de zijkant heb je dus een PlayStation logo. En dit is natuurlijk je voorkant. Belangrijk is om de PlayStation logo aan de onderzijde te doen. Dat is voor de digitale versie en ook voor degene met een cd-schijf. Cd-lezer. Dus PlayStation logo aan de onderzijde. En je wilt dus de voorkant van de PlayStation weer dus van je af hebben. Dus dan hoort hij zo te liggen. Dus de cd, zie je hier die hele bult die zitten. Zo moet hij liggen. Zo moet je hem uiteindelijk gaan openen. Dus als je eenmaal je PlayStation zo hebt liggen, heb jij dus je cd-ingang dus linksbovenin zitten. Wat je wilt doen is je hand linksboven dus gaan plaatsen op de PlayStation en je andere hand hier rechts onderin plaatsen. De bedoeling is met je rechterhand dat je hem een beetje omhoog schuift en dat je met de linkerhand hem een beetje naar beneden drukt. Vervolgens ga je dus naar links schuiven en dan zou die gewoon open moeten gaan. Oké, dus links druk je naar beneden, rechts druk je omhoog en dan vervolgens zou die gewoon eraf moeten sliden. Soms heb je even net wat kracht nodig en dan heb je hem uiteindelijk open. Nou, voilà, hij is open. Dus hier komt uiteindelijk de SSD in. Belangrijk met je SSD is wel dat je een heatsink hier bovenop je SSD hebt zitten. Want het zit natuurlijk heel dicht op elkaar allemaal. En het kan zo wezen dat je SSD gaat overhitten. Dus belangrijk om een heatspreader hier bovenop te hebben. Dus een klein metalen bovenlaagje. En dan zou het hartstikke gewoon goed moeten werken. Je kan eventueel ook een SSD halen die niet een heatspreader heeft. Maar dan kan je bijvoorbeeld een third party heatspreader van Amazon of weet ik wat. Kun je dan bijvoorbeeld halen en erop plakken. Dat werkt ook prima. Linkje voor dat soort dingen allemaal gewoon in de beschrijving. Dus laten we dit maar even openmaken en laten we het gewoon maar monteren. Oké, je pakt dus je kruiskop schroevendraaier en je gaat vervolgens de eerste schroef ga je dus losmaken. Zo. Eenmaal losgemaakt kun je dus het metalen plaatje simpelweg gewoon ervan afhalen. Zoals dit. Die zet je eerst even aan de kant, evenals de schroef. En wat je vervolgens dan ziet is het groene plaatje hier
met een schroef aan de buitenkant die er al in zit geschroefd. Wat je wilt doen is die schroef er eerst gaan uithalen. Want het idee is dat de SSD hier tussen gaat zitten en dat je hem dan vervolgens op het juiste formaat, maar net hoe lang je SSD is, kan inschroeven. Oké, vervolgens draaien we hem los. Zo, zetten we even aan de kant. En wat je vervolgens wilt doen na het schroefje uitdraaien, is dit kleine metalen cirkeltje eruit halen. Dat kun je gewoon met de hand pakken als het goed is. Zo, en heb je hier een klein metalen cirkeltje. Die hebben we dus nodig om te plaatsen onder onze SSD. Want de SSD zit namelijk hierboven op dit cirkeltje geleund en dus niet letterlijk op de bodem. Dus laten we nu maar de SSD installeren. Wat je als eerst doet is even bepalen hoe lang jouw SSD is. Mijn SSD die komt uit op 80 mm. Oftewel, we gaan dus hier dat cirkeltje inleggen. Wat je dus zult zien met het installeren van je SSD is dat het een inhammetje heeft met de connectoren. Dus dat zie je hier een klein spleetje tussenin. Hetzelfde spleetje zie je uiteindelijk hier ook met de connectoren van de PlayStation 5. Wat je dus wilt doen is dat het gewoon overeenkomt met elkaar en het gewoon erin schuift. Meer is het eigenlijk ook niet. Dus we pakken de SSD en we schuiven hem ertussen. Niet eronder tegenaan drukken, maar echt een klein beetje erboven. En dan kun je hem als het goed is gewoon zo en dan hoor je een klik en dan zit hij erin. Vervolgens zul je dus zien dat hij een beetje scheef leunt. Dit is helemaal niet erg, dat hoort gewoon zo. Wat je dan doet, is je pakt dat kleine schroefje die hier dus rechts in zit, pak je dus weer en die ga je vervolgens eerst je SSD tegen dat ringetje aan duwen en dan schroef je hem vervolgens vast in je PlayStation. Zoals dit. Dus eenmaal je de SSD nu ingeschroefd hebt, doe je natuurlijk weer je kapje erop. Dus die schuif je gewoon hier aan de zijkant erop. En vervolgens doe je de schroef aan natuurlijk het enigste plekje waar het mogelijk kan, erin. Zo. Wanneer je dat uiteindelijk gedaan hebt, zit hij er gewoon in en is het hartstikke mooi. En dan kan jij uiteindelijk de plaat er weer op schuiven. Wel even goed kijken natuurlijk hoe het precies zit bij je PlayStation. Natuurlijk, ik heb disk drive, dus ik kan heel makkelijk weten waar die dus in moet. Nou ja, en vervolgens ga je even goed kijken waar zitten nou die streepjes. En dan ga je dus uiteindelijk jouw koffer daaraan matchen. Zo, het valt er uiteindelijk in. En dan kun je hem naar rechts schuiven, hoor je een klik en dan zit hij vast. Dus, nu heb je de SSD geïnstalleerd en nu gaan we naar de laatste stap, het formateren en het gewoon klaarmaken van het geheel. En als het goed is, als we nu de PlayStation dus aandoen, ja, even de pop-ups even van de tv weg. Als je het goed gedaan hebt, krijg je dus dit venster te zien. Je moet dus een SSD formateren als je deze wilt gebruiken. Als je de M.2 SSD formateert, wordt alle data op verwijderd. Dus zorg wel even voor dat je dus een schone SSD hebt. Dus eerst al je bestanden even verwijderen en dan kun je hem door de PlayStation formateren en dan kun je hem gebruiken. Dus wat wij gaan doen is M.2 SSD formateren. Ik zal even PlayStation Control trouwens even aandoen. Zo. En dan klikken we op kruisje. En dan gaat hij formateren. Dus niet je PlayStation uitschakelen, zegt hij ook. En dan gaat hij eerst controleren hoe snel jouw SSD kan lezen. Dan zie je dat hier heel een beetje vaag op mijn tv. Maar wij hebben dus 6551 megabytes per seconde. En dat is gewoon hartstikke prima. Klikken we ook. Dan krijgen we nog een pop-up. Het is allemaal gedaan. Klaar. Prachtig. En vervolgens heb jij dus de SSD geïnstalleerd, dan kun je er gewoon gebruik van maken. We gaan nog even controleren of hij goed is geïnstalleerd door even naar de settings te gaan en even te kijken bij je opslag. Riepediep. En dan kunnen we zien dat we hier M.2 SSD uiteindelijk zien. 1 terabyte vrij. Nou, het werkt helemaal prima. Dus dat is een beetje hoe je dus een SSD installeert.
En mocht je nog eventueel vragen hebben, laat ze dan even hier in de reacties achter. Mocht het behulpzaam en alles wezen voor jou, doe natuurlijk een duimpje omhoog. En ik zie je allemaal weer terug in de volgende video. En wil je SSD's kopen? Link is dat in de beschrijving. Van Laags.nl, die hebben een heel mooi artikel hierover. Tot ziens.